Nou, zoals jullie kunnen zien was het eigenlijk de bedoeling dat we vandaag met z'n tweeën zouden zijn. Mijn broer is eigenlijk de showman. En ik geef meer aanvulling over het algemeen. Vandaag ga ik de show doen. Mijn broer is security engineer bij Schubert Phyllis. Ik ben eigenlijk penetration tester bij S-Unit. Dat is een kleine invulfout. Daar kwam ik net achter. Nou, dat zijn wij. Enige tijd geleden hebben wij gedacht van jongens... We gaan een framework bouwen speciaal voor developers. Omdat we eigenlijk zagen dat developers veelal dezelfde problemen maakten in hun software. En in plaats van heel vaak hetzelfde verhaal opnieuw te vertellen, dachten we van nou weet je wat, we maken een framework. Dan hebben we één centrale reference voor developers om naartoe te kunnen refereren. En waar ze hun kennis voor security vandaan kunnen halen eigenlijk. Nou, ons idee was developer, you are the one. Ik bedoel, ja... De vulnerabilities beginnen uiteindelijk bij de developer die slecht geïnformeerd is over bepaalde kwetsbaarheden. Dus vandaar dat we nou de eerste stap, de allerkortste feedback loop, de developer. Zoals ik al zei, coding mistakes, ja, déjà vu. Eigenlijk, we zien altijd hetzelfde. Kijk maar naar de OWASP top 10. Zo uit mijn hoofd is die al... Nou, de laatste 3-4 releases van de OWASP top 10 is die eigenlijk nagenoeg hetzelfde gebleven. Ik bedoel, we maken mistakes in ons code en we blijven het herhalen. Wie van jullie, als ik vragen mag, doet er wat met security? Ja? Oké, check. Wie van jullie hier in de zaal weet wat een cross-site scripting is? Kijk, dat is beter. Wie van jullie weet hoe je een cross-site scripting moet mitigeren? Hoe je ervoor zorgt dat je geen cross-site scripting in je code hebt. Oké. Nou, vandaar coding mistakes, déjà vu. En in feite kunnen we het de developers niet kwalijk nemen dat ze niet weten hoe je een cross-site scripting mitigeert, hoe je dat oplost. Want ja, we worden nou eenmaal gepusht. Om zoveel mogelijk releases te doen en zoveel mogelijk, zo snel mogelijk code te leveren eigenlijk. En wat ik ook zie op scholen en onderwijs is dat er ook gewoon heel weinig tijd wordt gemaakt om over security te praten. Dus, can't blame you. Nou, dit is wat wij dan ook zien in de praktijk. Developers are barely hanging on. Ze kunnen nog net de kogels ontwijken, maar helaas niet voorkomen dat ze toch geschampt worden om uiteindelijk tegen de vlakte te gaan. Helaas voor hun. Maar ja, weet je, daar zijn security, andere security mensen voor om samen wat moois te kunnen bouwen. Om samen coole, secure software te kunnen schrijven. Nou, er zijn altijd opties. Wat we net hebben gehoord is inderdaad, je hebt tooling die je kan ondersteunen. Tooling ben ik niet echt een fan van, tot op zekere hoogte eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Want tooling, wat het over het algemeen doet, het geeft je een indicatie van waar je ongeveer problemen zou kunnen hebben. En over het algemeen pakt het doorgaans low-hanging fruit uit je code. Bijvoorbeeld als ik kijk naar een burp of een zap, ze halen low-hanging fruit eruit eigenlijk over het algemeen. En dat is wel heel erg added value. Zeker zoals ik al zei, om een indicatie te geven waar je problematiek eigenlijk ligt. Maar de echte vulnerabilities in je business logica ga je daar niet mee uithalen. Nou, there are ways to learn. De allereerste stap natuurlijk is bewust worden van het feit dat bepaalde functionaliteiten of bepaalde stukken code die je schrijft, dat die ook kwetsbaarheden met zich mee kunnen brengen. Zo heb je bijvoorbeeld... Zodra je met SQL gaat werken, heb je natuurlijk de SQL injections. Zodra je met XML gaat werken, krijg je XML injections, external entity attacks en dat soort dingetjes meer. En ja, je kan je daar niet op voorbereiden. Je kan geen klappen incasseren of afweren als je niet weet welke klappen je gaat krijgen natuurlijk in de praktijk. Dus there are ways to learn. En ik ga je zo laten zien hoe ongeveer... Nou, ik mag er ook vanuit gaan dat jullie allemaal bekend zijn met OWASP. Ja? Nee, net gewoon helemaal. Dat is net al een introductie geweest. Ja. Oké, cool. OWASP, non-profit. We hebben gewoon een missie. En onze missie is gewoon de wereld beter maken.
zorgen dat code beter wordt, zorgen dat mensen meer bewust worden van security. En gelukkig voor ons is daar een hele community omheen met mensen die heel veel leuke, gave dingen doen. En wat is jouw relatie met OWASP? Ik ben samen met mijn broer project leader van Security Knowledge Framework. Dus het is iets wat wij gebouwd hebben. En vervolgens hebben we gedoneerd aan OWASP en daar is de community van OWASP omheen gekomen en hebben daar ook leuke dingen mee gedaan. Zoals toen we net waren begonnen met Security Knowledge Framework. Nou, wij zijn echte techies, wij zijn geen grafisch. Daar hebben wij het inzicht van een aardappel. Dus het Security Knowledge Framework zag er in het begin ook niet zo heel mooi uit. Nou, toen zijn daar mensen bijgekomen en die hebben dat opgepakt. En er zijn andere mensen bijgekomen, die hebben weer andere dingen opgepakt. Zoals deze banner bijvoorbeeld. Die is ook ontworpen door iemand anders. Die zei van, hey jongens, zo gaaf, ik ga voor jullie een banner ontwerpen. Nou, cool. Awesome, thanks. Dus, nou, OWASP. Super awesome. Wat wij ook vandaag eigenlijk wilden meegeven was, be responsible for your code. Ik bedoel, daar worden gegevens van mensen gaan daarin worden opgeslagen. Misschien dan wel gevoelige informatie helemaal. Als je doet wat jullie doen, gaat er gevoelige informatie in die applicaties komen. Dus alsjeblieft, wees verantwoordelijk voor je code en probeer dat gewoon op de best mogelijke manier aan te pakken. Nou, in Security Knowledge Framework, we hebben zeg maar het development deel opgedeeld voor nu in twee delen. Pre-development, post-development. Over het algemeen, wat we heel erg vaak zien in de praktijk, wanneer er code geschreven moet gaan worden en er wordt door developers gevraagd om security requirements, dan is het... Security requirements... Het maakt niet uit, als het maar secure is. Oké, en daar moet je mee gaan werken. Nou, daar heeft OWASP wat cools op gevonden. De Application Security Verification Standard, in het kort ASVS. En ASVS, dat is een subset van security controls in drie verschillende levels. Als ik kijk naar wat jullie hier doen, tenminste vanuit buitenaf, jullie doen medische dingen, healthcare, zou ik zeggen, nou jongens, ga voor advanced. Ga gewoon in het allerdiepste level van security zitten. En eigenlijk in feite wat er in de ASVS staat is gewoon, jongens, hebben jullie je HTTP only flags gezet? Hebben jullie aan je secure flags gedacht? Hebben jullie aan HSTS headers gedacht? Wanneer je SQL schrijft, zijn die queries geparametriseerd? Gebruiken jullie prepared statements? Nou, dat soort dingetjes. Dus dat is eigenlijk gewoon een checklist met security requirements waar je als developer doorheen kan gaan. Zodat je kan zeggen van, hey, oké, heb ik dit gedaan? Check. Heb ik dat gedaan? Check. Heb ik dat gedaan? Check. Dus op die manier, ik werk zelf persoonlijk ook, als ik aan het pentesten ben, werk ik ook met checklisten. Ik persoonlijk vind ik dat gewoon heel handig. Want je kan, wanneer je kat net dood is, ben je natuurlijk niet zo scherp als wanneer er leuke dingen gebeuren in je leven, zeg maar. Dus even als... handig om checklisten te hebben waar je gewoon lekker doorheen kan lopen, zodat je altijd even scherp bent en geen dingen gaat laten vallen. Desalniettemin moet checklisten natuurlijk niet creativiteit in de weg zitten natuurlijk, maar dat is weer een ander verhaal. Nou, dus op het moment dat je bewust bent van vulnerabilities en van problematiek, dan kun je gaan mitigeren. En daar heb je gewoon de juiste handgrepen voor nodig. Het zij... dat je een centrale kennisbank hebt waar je terug kan refereren hoe je bepaalde dingen moet oplossen. Hetzij dat je bijvoorbeeld een tooling hebt die jou gaat vertellen waar jouw valkuilen mogelijkerwijs zouden kunnen liggen. Die jou daarin gaan ondersteunen. Nou, zoals ik al had verteld, wat is SKF? Het is een Guide to Secure Programming. Het is een beetje een security awareness. En het is gewoon helder, transparant. Wat moet je gaan doen? Wat zijn je stappen? Zoals ik net al zei, we hebben pre-development, post-development. En wat je eigenlijk gaat doen in pre-development is, dan ga je alvast definiëren wat de functionaliteiten en de technology stacks zijn die jij op dat moment in je code wil gaan gebruiken. Vervolgens, wat Security Knowledge Framework doet, is die gaat weer terug correleren naar een knowledge base en die zegt van, oké, ik zie inderdaad dat jij XML wil gaan gebruiken. Hou dan rekening met XML injections, external entity attacks en al die andere dingen die daarbij komen kijken. Of bijvoorbeeld XPath injections, wanneer je dan ook met XPath queries gaat werken, dat soort dingen.
En dan weet je eigenlijk al, voordat je code gaat schrijven, wat mogelijkerwijs je valkuilen zouden kunnen zijn als je die functionaliteiten gaat schrijven. En die zijn het secure by design maken van je applicatie eigenlijk. En het is natuurlijk ook, je wil natuurlijk ook van tevoren geïnformeerd worden over bepaalde mitigaties die je moet gaan doen in je code natuurlijk. Want als jij bijvoorbeeld, ik noem maar wat, structureel cross-site request forgery tokens over je gehele applicatie vergeet, is dat een gigantische hassle om dat achteraf natuurlijk overal nog te moeten gaan implementeren. Dan is natuurlijk ook de kans vele malen groter dat je op bepaalde punten die tokens gaat vergeten te implementeren. Ricardo, je gebruikt de term secure by design, hè, van de applicatie. Ja. Ik snap niet zo goed nog de relatie tussen SKF en secure by design, omdat het design toch iets is wat er misschien al voor zit. Nou, zoals ik al zei, je hebt dan pre-development en eigenlijk wat je daar al gaat doen, is definiëren wat zijn de technologieën en dat type functionaliteiten die ik op dit moment in mijn sprint, in mijn release wil gaan bouwen. En wat Security Knowledge Framework dan doet, is hij zegt, oké, ik zie deze techniek, daar ga jij deze valkuilen mee krijgen. Dit zijn een aanvallers attack vectors en dit is hoe je dat gaat oplossen. En dan voordat je je code hebt geschreven, ga je eigenlijk al met die dingen in je achterhoofd, ga je je code schrijven. En op die manier maak je het secure by design. En waar we ook heel erg op aansturen, want we hebben ook een x-aantal codevoorbeelden geschreven. En we proberen ook een beetje de paranoid security approach mee te geven tijdens het schrijven van je code. Ik bedoel, als jij je bent een functionaliteit aan het schrijven en je hebt daar bijvoorbeeld checkboxjes. Daar kunnen twee values uitkomen, bijvoorbeeld een ja of een nee. Gooi daar een whitelist tegenaan. Ga gewoon kijken, zijn de waardes die ik van de gebruiker binnenkrijg ook daadwerkelijk de waardes die ik verwachtte uit mijn checklist? Zo nee, dan ga je die gebruiker ga je gewoon straffen. Want, nee maar het is gewoon feit, op het moment als die waardes worden veranderd, dan zit hij daar gewoon tussen met een intercepting proxy om die waardes aan te kunnen passen, om te kijken wat de gedraging is van die applicatie op het moment als hij die parameters gaat veranderen. Dus als dat values zijn die gewoon fixed zijn en die gewoon eigenlijk niet veranderd zouden moeten kunnen worden, dan ga je die gebruiker gewoon straffen. Dan ga je gewoon een counter bijhouden. Dan ga je gewoon zeggen, nou knul, als ik nog 2-3 keer van dit soort rare dingen voorbij zie komen, dan wordt je account gewoon geblokkeerd. Dan kunnen wij in de logs gaan kijken wat er precies gebeurd is en ga er maar uitleggen wat je gedaan hebt. Dus op die manier maak je is het de bedoeling dat je applicatie ook heel proactief gaat maken. Dus de applicatie gaat al kijken van, hey, zou ik mogelijkerwijs op dit moment niet gehackt kunnen worden? Ik bedoel, stel dat ik een integer verwacht. Stel dat je hebt een value, je verwacht een integer. Als je daar in één keer een string op binnenkrijgt, is dat gewoon verdacht. Dan moet je die user input moet je eigenlijk al onder de loep gaan nemen om te zeggen van, hey, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wat is hier gaande? En op die manier wordt je applicatie zelf ook een heel stuk een heel stuk weerbaarder. Even kijken. We gaan nou naar de demo. Als het goed is. Ja. Hoe gaan we deze klein krijgen? Dat wordt de volgende uitdaging. Maar is dit... Zit je gewoon full screen? Dan gaat het wel in. Ja, zou je denken? Dat gaan we proberen. Hey. Nee, helaas. Even kijken. Nou, zo is wel een beetje overzichtelijk, hoop ik. Nou, dit is in ieder geval de landing page van Security Knowledge Framework. Het is een beetje tricky te lezen. Ik zal gedurende dat ik vertellen ben wel een beetje in- en uitzoomen. Om het allemaal een beetje leesbaar te maken. Hier ga je gewoon zien, zijn er nieuwe releases aan te komen, gaan we ergens presentaties geven, gaan we dit doen, gaan we dat doen. Je kan hier vanuit hier ook naar de demo, documentatie, support, dus je kan hier ook vragen stellen. Meestal krijg je dan ook wel binnen een paar uur antwoord. Over het algemeen. Nou, een stukje over mij en mijn broer. Yes. Kan zijn dat hij er... Ik zal eens even kijken hoe lang het is.
binnen nu en 20 minuten ongeveer uit gaat vallen. Maar eens in de zoveel tijd, dan doen wij een nieuwe pool van Git. En dan maken we de database leeg en dan schonen we alles netjes op. En dan is voor onszelf, want we doen zelf ook een beetje aan de software development life cycles, continuous integrations en al dat soort dingetjes meer. We hebben ook een Travis die een build doet. Die gaat kijken op het moment als iemand een nieuwe pull request doet. Of de code allemaal nog klopt en of die nog een build doet. En wat is dan de code kwaliteit die is opgeleverd. Nou, dat soort dingen, dat gebeurt allemaal op de achtergrond in GitHub. En eens in het uur gaat hij daar een keer overheen. Nou, dit is dan Security Knowledge Framework. Even kijken hoor. Laten we gewoon beginnen met een nieuw project aan te maken. Kan overigens ook gebeuren dat hij er ondertussen gewoon ook uitvalt. Over het algemeen, omdat onze applicatie ook heel erg reactief is op mensen. Het wil nog wel eens voorkomen dat mensen die applicatie proberen te hacken. En dan blokkeert hij ook automatisch het account van die gebruiker. Zodat wij zelf ook onze logs kunnen nalopen om te kijken wie er dan aan het hacken is. Aangezien er maar één testaccount op zit, zijn we allemaal gelijk het bokje natuurlijk. Ricardo, wil je wat laten zien? Wat ga je laten zien? Nou, ik heb net een nieuw project aangemaakt. Dus stel nou dat ik project, weet ik veel wat doe. Die kan ik dan, het is een beetje lastig lezen zo natuurlijk, hè. Die heb ik naartoe gevoegd. Die krijg je nou hier in een overzicht te staan. Wat je ook ziet is dat je uiteindelijk ook, maar daar ga ik straks nog doorheen lopen hoor. Je kan ook andere gebruikers toevoegen natuurlijk. Je kan het ook as a service gaan aanbieden in je bedrijf zelf. Gewoon op een centrale server waar alle developers bij kunnen. Dan kun je dus aan die groepen kun je dus weer gebruikers koppelen. En die projecten kunnen dan onderling met andere developers gedeeld worden. Zodat iedereen daarbij kan en iedereen die informatie kan inzien. Iedereen kan editen. Mits je daar de privileges voor gekregen hebt, althans. Nou, dat is wat je hier ziet, eigenlijk. Is het een beetje leesbaar, of is het meer? Nee, vanuit achteruit niet? Nee? Oké, okay, check. Dan skip ik hier even doorheen. Nou, dit is de pre-development phase waar ik het over had, eigenlijk. Dus wat je hier ziet, is je kan hier gewoon zeggen van, nou, ik ben nou bezig met sprint 1 en ik gooi daar een klein stukje description in van wat ik hier nou precies aan het doen ben. Ik zal hem even invullen. En zoals ik al zei, hier kun je nou zeg maar je technology stacks gaan definiëren. Dus stel nou, je wil bijvoorbeeld een functionaliteit met een file download gaan bouwen. Nou, je wil een functionaliteit met een file upload gaan bouwen. En nou, je wil inderdaad wat gaan doen met XML. Dan kun je dat hier allemaal gaan toevoegen. Dan krijg je daar een mooi rijtje van. Nou, stel nou dat je hebt gezien, oké, okay, dit zijn de dingen die ik wil gaan doen in mijn applicatie. Qua functionaliteiten die ik aan het bouwen ben. Dan zeg je done. View results. En wat je nou eigenlijk krijgt, is hij zegt bij file upload. Nou jongens, als je een file upload functionaliteit aan het maken bent, kijk dan uit voor file upload injections. Dan heb je hierboven heb je een klein stukje description. Hier wordt eigenlijk. Kan je nog een beetje inzoomen of zo? Want anders wordt het wel heel erg. Nou, hier wordt eigenlijk gewoon een beetje verteld. Van joh, een file upload injection. Wat is dat precies? Wat kan een aanvaller daarmee? Nou, stel nou dat ik bijvoorbeeld mijn PHP-bestandje op jouw applicatie kan uploaden. Dan kan ik daar een remote command injection uithalen. En nou, dan kan ik de server behoorlijk mee overhoop trekken als ik dat zou willen. Nou, evenals hier solutions eigenlijk. Dus wat ga je doen globaal eigenlijk, of in stappen, om een file upload injection te mitigeren? Nou, om allereerst ga je te beginnen, ga je zeggen van nou, ik ga mijn bestanden buiten de document root opslaan. Of in ieder geval op een aparte file server. Ik ga ervoor zorgen dat ik een MIME type check ga doen. En dan doe je geen MIME type check in je post request, want die is natuurlijk aan te passen door een aanvaller wanneer die daar met een intercepting proxy tussen zit. Dus die MIME type check die wil je achteraf gaan doen uit het bestand zelf. Je wil gaan kijken op extensies. Is de extensie die het bestand meekrijgt ook daadwerkelijk de extensie van het bestand dat ik verwacht? Dus stel nou dat je alleen een JPG-bestand verwacht. Dan ga je checken, oké, okay, is het bestand ook daadwerkelijk, eindigt die op .jpg? Maar dan moet je er wel weer rekening mee houden dat je dus de
echt kijkt op de allerlaatste extensie. Wat ik in de praktijk nog wel eens tegenkom, als ik ergens een file upload injection uithaal, dat een developer slim is geweest. Dat heeft gezegd, ik check of die file een JPG extensie heeft. Maar als ik dan .jpg.php upload, dan kom ik alsnog door de regex heen. Dus je moet ook altijd checken of de allerlaatste extensie inderdaad de extensie is die je verwacht. Waar je bijvoorbeeld ook rekening mee moet houden. Maar dat is even een side channel. Je hebt natuurlijk ook 0 byte injections. PHP 5.4 en lager had bijvoorbeeld een 0 byte injection. Dus als ik dan kon je dus je check doen op de laatste extensie. Maar als ik .jpg%00.php uploadde, dan werd die netjes in de C werd die uit elkaar gehaald en kwam die door de validatie heen. En op het moment dat die geüpload werd, werd die weer bij elkaar gezet. Had ik alsnog mijn shell. Allemaal dingen waar je rekening mee wil houden op het moment dat je file upload functionaliteit aan het maken bent. Nou, je hebt dan de file download. Nou, wat is dan een vulnerability die daar mogelijkerwijs zou bij kunnen komen kijken? Dan kom je op reflective file download en file download injections. Nou, voor XML files krijg je XML attacks. Jij krijgt dan XML injections, external DTD parsing, XSLT injections, XPath injection, external entity attacks. Dat zijn een subset van aanvallen die komen kijken op het moment dat jij dataverwerking gaat doen met XML. Overigens zijn dit, zoals je kan lezen, heel misschien. Hier staat recommended knowledge base items. Dus dat zijn ook weer knowledge base items op zich. Die je in Security Knowledge Framework even in depth kan gaan bekijken en kan gaan uitlezen. Nou, hoe ziet de knowledge base er dan uit? Hier hebben we dan de knowledge base. Die ziet er nou gigantisch lelijk uit. Ik ga hem even iets uitzoomen. Nou, dit zijn allemaal knowledge base items. Dat zijn er heel wat. Het zijn er ongeveer, pak een beet, 180, 200. En ook al deze knowledge base items die daar staan, die worden straks ook weer teruggecorreleerd naar de Application Security Verification Standard checklisten. Toen wij Security Knowledge Framework aan het bouwen waren, kwamen we er namelijk achter dat ASVS het een supergoeie checklist is, maar dat je bij heel veel items heel veel context mist om goed te kunnen begrijpen wat de bedenker van die item nou precies bedoelde met het checklist item. Dus vandaar dat we per ASVS item ook een heel knowledge base item hebben geschreven voor meer reference. Dat ga ik straks allemaal laten zien. Even kijken hoor. Ja, nou liggen we eruit. Nou is hij de git pull aan het doen waar ik het over had. Dus we moeten even opnieuw inloggen. Dus dit is voor onszelf ook, als wij bepaalde stukjes functionaliteiten en code aan het schrijven zijn, aan het testen zijn, dan kunnen we ook gewoon zien, gaat hij ook door de hele build street heen. Nou, code examples. Nou, hier misschien een leuk voorbeeldje. Cross-site request forgery tokens. Hoe ga je een CSRF token maken? Wat ik over het algemeen best wel vaak zie is dat veel tokens niet worden gegenereerd middels secure random functionaliteiten. Op het moment dat ik dan een hele hoop met tokens genereer, dan worden die uiteindelijk voorspelbaar. Maakt het voor mij makkelijker om tokens te guessen / brute-forcen. Dus heel belangrijk dat ze lang genoeg zijn en dat ze ook echt worden gegenereerd middels een cryptografisch secure random functionaliteit. Nou, ook allemaal dat soort dingen zijn we allemaal dingen die terugkomen hierin. Wordt ook precies verteld hoe je dat dan moet gaan toepassen en hoe je dat moet gaan doen. Wat we bijvoorbeeld ook in de praktijk ook wel eens tegenkomen is dat voor cross-site request forgery alleen wordt gecheckt op een referrer header bijvoorbeeld. Nou, daar zijn ook heel veel manieren om langs op te komen. Of dat ze zelfs via de URL worden meegestuurd. En alles wat via GET-parameters wordt meegestuurd overigens, dat lekt uit naar derde partijen. Want je kan je natuurlijk voorstellen, je maakt een x-aantal hops natuurlijk. En als jij van site A naar site B gaat, dan wordt ook de referrer header natuurlijk altijd meegestuurd. Dus op het moment dat daar gevoelige informatie in staat, lekt die uit naar derde partijen. Dus vandaar ook cross-site request forgery tokens gaan altijd via een post en niet via een get. Zo'n voorbeeld dat is op zich denk ik heel erg handig, maar is wel heel erg technologie afhankelijk, toch? Ja, vandaar dat we het ook in meerdere codetalen hebben geschreven.
we hebben het nou in PHP, we hebben het nou in .NET, we zijn bezig met Java, Python komt binnenkort ook. Maar het is ook eigenlijk wel meer ook de mindset. Want in principe zou alleen PHP volstaan hebben. Want er wordt gewoon gezegd, jongens, als je deze code schrijft, schrijf het dan middels een cryptografisch secure random functionaliteit. Converteer hetgene wat jij terugkrijgt, het liefst naar Base64. Want als jij wat er gegenereerd wordt middels die functionaliteit, je krijgt bytes terug. Zit daar 0 byte tussen, wordt je string al heel kort afgekapt. Dus heb je kans dat jouw tokens toch weer guessable worden. Want dan worden ze afgekapt en toch weer kort. En dat zijn gewoon stapjes waar je doorheen geloodst wordt in de codevoorbeelden. Die jou eigenlijk gaan gewoon een idee geven van hoe jij zo'n functionaliteit moet schrijven eigenlijk. En voor het gemak hebben we het in meerdere codetalen gedaan. Gewoon puur omdat we dat zelf ook leuk vinden. Want er zijn natuurlijk per taal toch inderdaad wel wat edge cases. Maar 80% vang je af door gewoon de logica op de juiste manier toe te passen. De code is functioneel, maar het is niet de bedoeling dat de code gecopy-paste gaat worden eigenlijk. Dus eigenlijk hoop ik dat als je een class probeert te copy-pasten, dat die niet werkt. Want dan leer je er nog niks van. Maar dan ben je het aan het copy-pasten. En ik persoonlijk denk ik dat je passie voor hetgene wat je aan het doen bent groot genoeg moet zijn dat jij tot in depth, in die detail wil snappen wat er gebeurt op de achtergrond. En dat je niet klakkeloos code wil kunnen copy-pasten. Tuurlijk, voor heel veel dingen wil je ook niet opnieuw het wiel hoeven willen uitvinden. Maar dingen die kritisch zijn, daar wil je ook kritisch naar kijken. En ook wij maken fouten. Ik bedoel, wij weten dit soort dingen omdat wij zelf ook klappen van de zweep gehad hebben natuurlijk. Ja. Bijvoorbeeld, onder andere bij Shoeware Phillips gebruiken ze het nou. Daar zijn de development teams, voor hun is Security Knowledge Framework een security requirement. Om code op te leveren volgens de standaard die wij hier neerzetten. Of nou ja, wij hier neerzetten, die OWASP hier neerzet. Want het is een hele community van mensen die hier ook naar kijkt en die hier kritisch naar kijkt en die hier aanvulling op geven. In het begin doet het pijn, dat zeker, maar ik denk helemaal met meldplicht datalekken, nu die zo gigantisch is aangescherpt, go harder, go home. Ik bedoel, als jij kritische fouten maakt en alle data komt op straat te liggen, dan heb je een gigantisch probleem. Dus ik denk niet dat het in dit tijdperk nog een kwestie is van willen, het is moeten. Be responsible for your code. En natuurlijk, we gaan fouten maken. Ik maak fouten en iedereen maakt fouten. Maar laat het alsjeblieft geen fout zijn, omdat je nalatig bent geweest in de code die je schrijft. Want het is gewoon absurd om te zien hoeveel gevoelige informatie van mensen op die manier op straat komt te liggen. Dus vandaar, go harder, go home. En ik vind dat bedrijven dit gewoon moeten enforcen bij developers. En ik denk dat naarmate ze dit vaker doen en hier beter in worden, dat ze jezelf ook gewoon heel veel schrik uit gaan halen. Ik bedoel, zoals ik al zei, ik kan me voorstellen dat we gewoon allemaal lekker gepassioneerd bezig zijn hiermee. Ik bedoel, als jij niet gepassioneerd bent voor code schrijven, had je het in de eerste plaats al niet gered. Ik bedoel, het is gewoon, developers zijn gewoon een vak mensen apart, een slag mensen apart. En naar mijn idee gaat er gewoon veel pijn en effort in zitten voordat jij ook gewoon lekker code kan gaan schrijven. En als je het dan naar deze next level brengt, dat alleen maar meer voldoening geeft in wat jij levert, lijkt mij. Zit er dan nog een afhankelijkheid in dat als je dit allemaal zou toepassen, dat je automatisch op dat ASVS level 3 zit? Of high, of hoe heet je dat? Was wel de bedoeling. Dus als jij vanaf begin af aan pre-development goed hebt gedaan, dan zul je uit ASVS weinig items tegenkomen waar je nog tegenaan loopt. Waar we nu zelf ook nog mee bezig zijn is, we zijn ook zelf ook een stukje tooling aan het inbouwen. Zelf zijn wij een gigantische fan van ZAP, ZAP proxy. Daar zijn we nou ook een API voor aan het bouwen.
Die je dus over je code heen kan halen. En Zap is zo awesome dat hij ook Selenium scripts genereert. Nou, Selenium, daar kun je functionele testen mee doen. Dus wat je dan kan doen, is je hebt je test gedaan. Er komen een x-aantal findings uit. Die findings gaan straks weg worden geschreven in een overzichtje. En dan kun je gewoon per finding die door Zap is gedaan, kun je gewoon op play drukken. En dan gaat Selenium, dus dat scriptje wat Zap genereert, gaat nog een keer die injectie uitvoeren. En op die manier kun je je code aanpassen, mitigeren. Dan kun je hem opnieuw laten replayen. En dan kijken of je vulnerability nog in je code zit. Dus dat is ook wel super awesome, super gaaf. Is dat even hier voor de zaal? Zijn dat de tools die mensen ook gebruiken of zo? Want mij zegt dat niks, maar dat is misschien niet zo leuk. Maar een zaal voor hen. Selenium moet ik wel gebruiken, niet hier. Nou, het is zeg maar. Doorgaans worden tools zoals Zap veel gebruikt door eigenlijk de security mensen en echt pentesters. Terwijl het ook zeker heel veel added value kan hebben als developer. Want zoals ik al zei, het geeft toch al zeker een goede indicatie waar jij je low-hanging fruit hebt zitten. En waar je mogelijkerwijs wat meer aandacht aan moet gaan geven. En als je dan per finding die Zap doet, je kan replayen, net zolang totdat jij ziet dat de vulnerabilities uit je code zijn. Ja, dat is wel gigantische meerwaarde. Maar goed, code examples, PHP, C#. Het is allemaal aanwezig. Java is Jim Manico zelfs nog mee bezig. We krijgen ook veel support van Martin Knoploch. Dat is super cool. Echt. Echt fijn dat er zoveel mensen zijn die ons op zoveel manieren zo gaaf aan het steunen zijn met het project. Veel goede inbreng aan alle kanten. Even kijken. Ik kan beter aan die kant, want dan zie ik het nog steeds. Met gebruiken, want het is allemaal gewoon vrij te gebruiken, dit? Of hoe werkt dat? Het is allemaal gratis. Dus we hebben er een Python installer package van gemaakt. Dus eigenlijk het enige wat je doet vanuit je terminal is je zegt gewoon nou pip install OWASP SKF en hij knalt hem op je pc. En als je het wil gaan aanbieden as a service in je bedrijf, mijn broer heeft er ook een chef cookbook bij geschreven. Dus je kan gewoon die chef script kun je gewoon runnen en dan zet hij het voor je klaar. En dan installeert hij daar alles omheen wat je er nog bij nodig hebt. Even kijken. Oh. Natuurlijk, ja, de database leeggemaakt. Run checklist. Nou, dit is ANSVS. Het is lekker leesbaar, maar het gaat even om het globaal, om het idee. Dit is dus de application security. Sorry? Ik kan dit niet inzoomen of wel? Ja, maar ik ga er toch niet individueel doorheen lopen. Dus het is meer gewoon een indicatie van wat zit erin, wat doet het, wat kan je ermee. Nou, wat je waarschijnlijk wel kan lezen is dat er staat Architecture, Design and Threat Modeling, Authentication Verification Requirements, Session Management Verification Requirements. Dus dit is wat ik net ook zei, heb je HTTP Only Flags gezet, heb je Secure Flags gezet, heb je met al die dingen rekening gehouden. Op het moment dat je een van deze dingen vergeet, die hier staat eigenlijk, dan is je session management insecure. Over het algemeen. Wat ik jammerlijk in de praktijk heel vaak tegenkom, is dat zelfs HTTP-only flags niet worden gezet voor sessions. Ik weet niet of jullie dat wat zeggen. Wie hier in de zaal kent HTTP-only flag voor je session? Kijk, oké, check. En basically wat die HTTP-only flag doet, die zorgt ervoor dat ik als aanvaller, als ik een cross-site scripting op je applicatie kan uitvoeren, dat ik niet de value van die session variabele kan uitlezen. Dat is natuurlijk super handig voor session hijacking, om dat te voorkomen. Nou, je access controls, malicious input handling, verification, cryptografie adres, error handling, data protectie, het zit er allemaal in. En zoals ik al zei, sommige items die in ASVS staan, die missen een beetje context. Dus vandaar dat ze ook per item weer teruggekoppeld worden aan de knowledge base in Security Knowledge Framework. Of uit het knowledge base,
om je wat meer in-depth informatie en feeling te geven wat er nou precies bij dat item bedoeld werd. Nou, dan kun je dus zeggen van, yes of no, heb ik dit gedaan, ja of nee? Ik verifieer, ik kijk in mijn code, ik dubbelcheck, is het gedaan, ja, nee? Nou, dan kun je het aanvinken of je kan het laten staan. Wat er dan vervolgens gebeurt, als je hier kijkt bij results, zie je weer dat per item die failed is gegaan, wordt er weer gewoon description solution gegeven. Als dit niet is gedaan, wat betekent dat? Wat kan een aanvaller daarmee en hoe mitigeer ik dat? En uiteindelijk mocht dan dit weer niet voldoende zijn om voldoende feeling te kunnen geven over hoe je die dingen kan oplossen, kun je dus weer terug refereren weer naar de code examples. Want ook, ik denk dat 90% van ASVS zeker wordt gecoverd in code examples. Nou, en op die manier heb je security requirements en weet je eigenlijk wat je pitfalls zijn op het moment als je dus code gaat schrijven. Ik kan nog even de één ding heen lopen. Dat is users. Nou, je krijgt hier dan ook de mogelijkheid om users toe te voegen. Die kan een admin zijn of een normale user of een guest. Ja, dat zie je natuurlijk allemaal niet. Even kijken. Nou, die kan je dan ook weer managen. Die kun je dan hier weer terugvinden. Je kan dan zien welke roles die heeft. Als je dan een super admin bent, dan mag je editen, readen, managen, deleten, dat soort dingetjes meer. Nou, user groups, dus je kan ook een groep aanmaken. Dan kun je vanuit hieruit users gaan toevoegen aan je groepen. Nou, die groepen kun je dan vervolgens ook weer gaan managen. En als je dan een groep hebt gemaakt en daar een x aantal users in hebt toegevoegd, die relevant zijn voor dat project wat je op dat moment aan het doen bent, nou, dan kun je die hier assignen. En dan kunnen al die users bij die groep komen. En als jij dan een user bent met wie dat project geshared is, dan krijg je hier bij shared projects zie je dat er een project is geshared met jou waar je dan bij kan en waar jij mee kan helpen met developen en waar jij je informatie voor je security vandaan moet halen, kan halen. Even kijken, waar is mijn mouse? Volgens mij. Oh kijk, dat is op zich handig. Mijn broer is er ook elk moment. Die stond een beetje vast in file. Maar dat is wel leuk, want dan kan hij eventueel nog wel wat meer vertellen nog. Over het hele proces wat achterdraait op GitHub, wat daar gebeurt. En hoe dat ook een best practice is voor security eigenlijk. Nou ben ik mijn muis kwijt. Oh, die zit hier. Nou ben ik hem nog steeds. Ja. Ja. Ik zal je broer even ophalen. Ja, thanks. Nou, en met deze informatie kan ik zeggen, you know this, you are ready. Als je deze dingen meeneemt in je development, dan ben je al een heel eind verder. Gewoon puur alleen al om het feit dat je je bewust bent dat er überhaupt bepaalde vulnerabilities kunnen ontstaan en bestaan op bepaalde vlakken. Ja? Ja. Op het moment als er een nieuwe release wordt gedaan, op het moment als je Security Knowledge Framework opstart, dan staat er ook gelijk in je landing page van, hey, er is een nieuwe update beschikbaar. En dan weet je van, hey, er zijn nieuwe dingen gaande. Dan update je gewoon het framework en dan ben je weer voorzien van de laatste dingen. Maar wat weet je dan ook welke dingen zijn? Nee, eigenlijk niet. Dat is wel een hele goeie trouwens. Er komen eens nieuwe dingen bij waar je rekening mee moet houden. Dat heb je niet gedaan. Dus verhandel je weet van hé, deze dingen hebben we niet. Ja, precies. Thanks, dat is wel een hele goeie trouwens. Gaaf. Hey bro. Hey. You know this, you are ready. Oh yeah, I'm ready. Nou, hier, je komt precies op tijd. Oké, top. Goeie timing. Mooie intro. Dus broer heeft al uitgelegd over het Security Knowledge Framework.
Maar daarbij is natuurlijk, je hebt ook een echt software development lifecycle, wat je eigenlijk wil inrichten. Alleen bijvoorbeeld het OWASP Security Knowledge Framework gebruiken, dat is eigenlijk niet genoeg. Daar hoort een stukje handmatig werk bij. Waaronder dus het toepassen van het Security Knowledge Framework, waarin je dus ook de security requirements kan opstellen en als basis kan gebruiken. Maar het is ook belangrijk om een software development lifecycle echt op te richten. En daarbij kijk je dus naar de code. Dus echt 4i principle, code reviews doen, mekaars werk controleren, dubbelchecken. Natuurlijk heb je de SAST en de DAST. Dan zul je zeggen, hè, wat zijn dat voor jargon termen? SAST, dat is voor statische analyse en security tooling. En de D staat voor dynamic. Dus denk vooral aan bij SAST code review tooling, code analysis tooling. Volgens mij was dat de presentatie hiervoor. Check. En DAS, dat is meer dynamic. Dus dan heb je eigenlijk al de applicatie gebouwd. Die is dan gewoon in werking. Dus je hebt een webapplicatie en daar vuur je dan een scanner tegenaf. En die gaat gewoon de werkende applicatie testen. Ook willen we een stukje inzoomen op de continuous integration. Want je hebt dus een software development lifecycle. Sommige dingen die wil je eigenlijk helemaal niet handmatig doen. En dat zou ook zonde zijn om zoveel tijd daaraan te spenderen. Dus daarvoor natuurlijk SKF. Maar vooral bijvoorbeeld zoiets als Travis. Wat zeg maar je applicatie telkens gaat bouwen en kijken bij iedere change die iemand heeft gedaan, een collega, of het project, het product nog steeds dezelfde kwaliteit heeft als je eigenlijk verwacht dat het zou moeten hebben. Dan hebben we een andere applicatie die we gebruik van maken, Coveralls. Want wat we ook doen tijdens de stap in Travis, dat is dus unit testing uitvoeren om te zien of er niet per ongeluk iets kapot is gegaan, waardoor, de kwaliteit van het product daalt. En de laatste stap, dat is eigenlijk de scrutinizer. En wat deze doet, dat is gewoon een simpele code quality check uitvoeren. Dus niet zozeer echt zoals de SAS tooling doet op security niveau, maar meer op code kwaliteit. Dus hoeveel dead-end code heb je misschien in je code zitten? Hoe complex is je code, hoeveel if, else, then statements. Naarmate dit groter wordt en meer complexer, kan de kwaliteit afnemen van het product. Dus dat check je onder andere. Vervolgens geeft hij daar ook een cijfer aan. Dus wanneer je dus een continuous integration proces hebt met deze tooling, kan een developer gelijk die feedback krijgen nadat hij een commit heeft gedaan van oké, heb ik het goed gedaan of moet ik toch weer even terug om wat dingen aan te passen, omdat ik misschien de functies tijd om zeep heb geholpen, of misschien beeldt het project niet meer, of misschien heb ik wel te complexe code geïntroduceerd, of misschien dead-end code zelfs. Dus daar hebben we allemaal tooling voor beschikbaar, die je daarvoor kan inzetten, wat je dus niet meer handmatig telkens hoeft te doen, en waardoor je een soort quality gates inbouwt in het proces van de ontwikkeling van je product. We hebben dus ook een, wat we preachen, dat willen we ook graag zelf toepassen. Dus we hebben dus op de GitHub. Hebben we deze dingen dus zelf ook toegepast op ons eigen Security Knowledge Framework project. En zoals je hier kan zien, dit is bijvoorbeeld de configuratiescript voor Travis. Dus hiermee kunnen we dus Travis vertellen van we hebben het project dat is in Python geschreven. Deze versies willen we checken ermee. Dit zijn de pre-installations die we moeten doen om ons project te kunnen testen. En vervolgens kikt hij hier dan het script af, set up een test en gaat hij de unit testing uitvoeren. Mocht er dus in de installatiefase al iets fout zijn, dan krijg je dus een errorcode terug, waardoor Travis zegt, build failed, was niet goed wat je gedaan hebt. Vervolgens, dat is de eerste fase om te kijken of de integriteit of het nog steeds goed is. En dan vervolgens hier in het scriptgedeelte gaan we dus de unit test uitvoeren. Daar komen metrics uit. En die metrics die push je vervolgens naar coveralls toe, om daar het mooi weer te geven en bij te houden. Vervolgens is dat gedaan.
dan komt dan de laatste stap eigenlijk. En dat is dan nog de scrutinizer die de code quality check doet. Dus als we bijvoorbeeld even naar de commits kijken. Kunnen we dat zien? Nee, want ik ben niet ingesigned. Nou, dan doe ik het even op een andere manier. Hieronder zie je dus de project status, de details. Dus dit is de Travis badge, die zegt build passing. De coveralls 95% en de scrutinizer 7.08. Dus op het moment dat iemand slechte code toevoegt, is dat in één oogopzicht te zien bij iedere commit die iemand heeft gedaan. Het mooie is ook van hoe GitHub werkt, hoe we deze tooling geïntegreerd hebben. Op het moment dat deze meneer zegt, hey, ik wil ook wat toevoegen, dan krijgt hij dus zijn eigen Travis instance met zijn eigen coveralls en met zijn eigen scrutinizer die hem voor die specifieke commit gaat beoordelen en zegt van, hey, dit ziet er goed uit of niet. En dat krijgen wij als project authors, als project developers, kunnen wij dus bij iedere commit heel makkelijk zien, hey, wat deze persoon heeft aangeleverd, de build goed, testing, alle functionaliteit werkt nog steeds. En de code quality is niet omlaag gegaan, dit cijfer, dus perfect. Dus dat scheelt ons al heel veel handmatige testen wat we normaal altijd moesten doen om die kwaliteit op een hoog niveau te houden. En hoe ziet dat er dan uit? Hier zouden we gewoon kunnen klikken. De laatste commit die is geweest, dat is dus in de skf.py. Dan kunnen we dus per versie wat we hebben aangegeven waar die tegen moet testen, dus Python 2.6 of 2.7, kunnen we dus kijken van hoe is dat gegaan. Zoals je ziet hier heeft hij dus alle installaties gedaan. Hij heeft dus de nieuwe GitHub versie gepoeld om te zien. En de installatie gedaan, geen build error teruggekregen. Dus dat is hartstikke goed. Vervolgens hier zie je dus dat gedeelte dat hij dus dat script sectie aan het uitvoeren is. 17 unit tests hebben we erin. Die zijn allemaal succesvol uitgevoerd. Dus we weten, oké, de functionaliteit is allemaal intact gebleven. En vervolgens met de laatste pushen we het dan naar coverage. Even een linkje zoeken. En zoals je hier kan zien, zie je dus eigenlijk per build en commit die er is geweest, door welke persoon, wat de coverage is geweest en wat de uitkomst is geweest van alle unit testing. Dus in één oogopslag kan dus een developer zien, hey, wat ik gedaan heb is goed of niet. Dus de feedback loop is zo kort mogelijk. En dan als laatste stap voert hij een code quality check uit, wat ik al zei. En gaat hij dus zeggen van, hey, dit is een leuk voorbeeld, die checklist, waarom krijgt hij dan een D? Oké. Blijkbaar moet ik ingelogd zijn om dat te kunnen zien. Ik weet het. Waarom krijgt deze een D? Omdat de code van deze functie, die checklist, project checklist, die is zo groot. En die herhaalt ook bepaalde stukken van die functie in een aantal andere functies. En daarom zegt hij van, hey, dit is een D, want dit kan gewoon beter. Dit kun je optimaliseren en minder complex maken. En aan de hand daarvan, van die scores, kunnen we dus direct zien waar de pijnpunten zijn, waar eventueel technical debt zit, om dat te verhelpen en op te lossen in een volgende release. Zijn er misschien vragen hierover? Of? Weer terug te gaan naar de prezo. Ja, moet je echt klikken. Oh. Check, oké. Even een vraagje. Hoeveel effort is het om zoiets op te zetten als je van een sketch begint? Bijna niet eigenlijk. Het is eigenlijk de config file aanmaken die ik net liet zien, die .yaml, Travis.yaml. En daar plaats je eigenlijk gewoon de stappen in die je normaal handmatig zou doen om te verifiëren van, hey, werkt dit, werkt dit. Dus het heeft mij voor dit project
een dag ongeveer gekost om de hele build chain, zeg maar, de continuous integration op te zetten. De unit testing ben ik 2-3 dagen mee bezig geweest. Die code quality check, zeg maar, van Scrutinizer, dat is gewoon wijzen naar je GitHub repo en die doet het eigenlijk automatisch. En dan vervolgens die badges gaan tonen. En het mooie is ook, op het moment dat iemand dus een commit doet op de repo, dan zie je ook echt een feedback loopje van oké, hij is niet Travis aan het beelden, kijken wat daaruit komt. Nou, dat duurt ongeveer 2,5 minuut. Nou, na 2,5 minuut weet de committer van hey, alles is groen, go. En voor ons is dat ook heel handig, want dat zijn allemaal dingen die we dan niet meer hoeven te controleren. Natuurlijk zullen Ricardo en ik altijd een code review doen op inhoud. Maar dit is al uit onze handen genomen en gewaarborgd, zeg maar, in de hele development lifecycle. Dan komen we met de volgende slides. De idee is dus dat met deze informatie, met deze voorbeelden, met het Security Knowledge Framework, dat jullie nu empowered zijn. Dat jullie nu ook deze skills hebben om gewoon aanvallers, attackers, hackers, hacktivists, whatever, om die te kunnen weren. Dat is ook echt ons doel geweest om mensen hierin te helpen. Want een van de eerdere slides, het was echt een déjà vu voor ons om telkens weer één op één aan mensen uit te leggen hoe het zit en deze kennis over te dragen. En nu hopen we dat jullie dat die skills ook kunnen overnemen en kunnen gebruiken. En wat ik al zei, om echt aanvallers gewoon helemaal buitenspel te zetten. Geen zorgen meer te maken over je webapplicatie. Natuurlijk zijn er nog echte elite hackers. Misschien een Neo die naar de dark side gaat. Maar dat is misschien de 0,1% van alle hackers die dan overblijft. En alle andere script kiddies, alle mindere elite hackers, die kan je gewoon stoppen. Die hebben gewoon geen impact meer in je applicaties of kritieke business die je hebt. Nou, graag zou willen vragen en willen zien dat meer mensen natuurlijk hierin deel maken. Hoe meer mensen, hoe meer ogen erop, hoe beter de kwaliteit het is. En hoe meer we elkaar ook kunnen helpen, zeg maar, om dit probleem echt op te lossen. Wij zien het echt als een probleem, vandaar dat we dit ook helemaal geopen sourced hebben. Het hele project, het Security Knowledge Framework, staat op GitHub. Dus je kan het ook op je laptop draaien voor jezelf als developer om inzicht te krijgen. Maar je zou het ook als service binnen je bedrijf om voor developers naartoe te kunnen laten gaan om die kennis en ervaring daaruit te halen. Het belangrijkste is natuurlijk dat je bent zo sterk als de zwakste developer in je team. En daarom is dat teamwork, samen dit oppakken, samen dit doen, is gewoon heel erg belangrijk. Mocht er hier echt specialisten zijn of mensen denken van hey, ik kan hier aan bijdragen, heel graag. We nemen je op in onze credits pages. We zullen je eeuwig dankbaar zijn. En de rest van de wereld ook. Het project is al ongeveer plus minus 70.000 keer gedownload nu. En dan praten we over internationaal of de hele wereld dat mensen dit toepassen en gelukkig gebruiken, zeg maar. We hebben hiervoor een sessie gehad, dat ging over code scannen, hè? Met tools kijken of wetsbaarheden. Die heb ik helaas gemist, leek me heel erg interessant. Kan jij wat vertellen over wat nou de verhouding is of hoe dat ik, samen gaat? Ja, zeker. Hoe zou je het nou het beste aan kunnen pakken? Nou, ik zou SAST en DAST, om het even de static code analyzers en de dynamic versies ervan. Dat is zeker een toegevoegde waarde in je software development lifecycle. Maar er zijn wel wat maren. Namelijk, er moet echt een expert, een security specialist meestal naar kijken om de inhoud en de attack echt te kunnen begrijpen.
Wat ik ook vaak heb gezien is dat dat soort tooling eigenlijk alleen maar een top 10 doen. En dan zijn ze heel erg gefocust op de OWASP top 10. Wat ik ook gezien heb en gehoord heb op conferenties van mensen die dit zelf ook hebben gaan doen. Dus zo'n static code analyzer bouwen. Dat het vaak alleen maar gericht is op één taal. Dus ja, als jij een Go of een andere taal, een beetje een nieuwe exotische taal pakt. Waar nog niet veel bekend over is, dan val je al met zo'n static code analyzer buiten de boot. Mijn vraag, mijn achtergrond van mijn vraag was veel meer van als je in een ontwikkelde proces zit, hè, ja. En je de sessie ging over SAS, zou je dat dan, hoe zie jij dan de samenhang met SKF als je dat allebei zou willen integreren op een of andere manier? Nou, bijvoorbeeld op het moment dat een developer het commit, zeg maar, naar de SVN of de GitHub, wat je ook kiest, zeg maar. Op dat moment dus allerlei quality gates, continuous integration tooling afvuurt. Dus hier in deze voorbeelden hebben we Travis voor het beelden, Scrutinizer. Nou, en een andere stap, of een tweede, is static code analyzer, maar dan gericht op security kwetsbaarheden. En nou, wanneer je het hele project gebuild hebt en dat allemaal hebt doorlopen, dan kun je bijvoorbeeld geautomatiseerd een ZAP-scanner, OWASP ZAP bijvoorbeeld, die een webapplicatie kan scannen, die zou je dan ook gewoon kunnen afvuren. Maar is het dan zo dat je dat SKF eigenlijk met name in het, hoe was het ook weer, pre-build fase inzet? Ja, het idee, kijk, wat ik heel erg gemerkt heb met alle tooling is dat het de feedback loop is veel te groot. Dus je bouwt iets supercools. Dan moet je nog even iets doen, namelijk een static code analyzer of iets eroverheen scannen. Sommige projecten zijn zo groot, dat duurt gewoon 24 uur, whatever. Ja, de meeste developers zijn alweer met iets anders bezig. En die moeten dan weer focus omschakelen naar waar ze, weet ik veel, vorige week mee bezig waren. Ja, dat is al heel lastig. Dus hoe korter die feedback loop dus is, hoe En het idee is dus ook van SKF om die kennis gewoon van tevoren al bij die developer aanwezig te hebben. Als dat niet is, kan die dus een knowledge base item raadplegen om die kennis dan te krijgen. Want ja, achteraf dingen applyen, zeg maar, security achteraf erop plakken, dat is altijd, ja, ook op implementatieniveau gaat er dan vieze hacks plaatsvinden, zeg maar, om toch bereiken wat je wil bereiken. En helemaal als je structurele problemen hebt die uit zo'n code scanner komen of een dynamische scanner, dat heeft gewoon heel veel impact op, ja, wanneer je project eigenlijk moet opleveren. Dus vandaar dat we de feedback loops zo kort mogelijk wilden hebben, van tevoren al die kennis eigenlijk al wilden geven, en dat zo'n SAST en een DAST meer een soort vangnetje is. Want dat is het eigenlijk ook, in mijn mening. Een vangnet, een dunne, maar het heeft added value, zeker. Alleen, ik zou er zeker niet op vertrouwen om alleen dat soort tooling te gebruiken. Ik geloof meer in de developer. Die bouwt tenslotte de code. Die heeft alle context over hoe het moet werken, functioneel, hoe het in elkaar steekt. En als je die van tevoren die awareness kan geven van, hey, je moet eigenlijk werken als een soort human taint analysis program. Van, hier heb ik user input, dat komt hier. Oh, dit kan allemaal misgaan, want SKF of want dit item in de ASVS. Dan denk ik dat je, gebleken is uit praktijk. Dat bedrijven die dit op deze manier toepassen. Een voorbeeld, een front-end webapplicatie, behoorlijk wat functionaliteit. Daar is een 2 weken pentest / code audit op geweest en er kwam 1 finding uit. En dat was eigenlijk een menselijke fout, omdat het ging over een token en die moest expireren naar een x tijd. En ze waren vergeten om het iets op te hogen. Nou, ik bedoel, hoe mooi wil je dat hebben? Dus dat was echt de intentie, om niet meer te vertrouwen op black boxes of pentesters. Ik bedoel, een pentest hangt ook maar weer af van hoe geëxperienced die persoon is die het uitvoert. Hoeveel weet hij? Dus ook daar kun je niet blind op vertrouwen. Het is een samenhang van alles, maar ik denk dat het echt begint bij de developer de ruimte geven en te empoweren en deze kennis van tevoren zoveel mogelijk te geven en kenbaar te maken. En je zult zien dat heeft een aanlooptijd nodig.
voordat een developer al die 170 security controls bijvoorbeeld in de ASVS kent. Maar vanaf dat moment is het echt een investering. En kan hij dat, begrijpt hij dat, heeft hij dat op zijn vizier, dan gaat hij, en of ze, gaat gewoon een echt geweldige secure applicatie by design bouwen. En dat was, ja, en is onze hele insteek. Zijn er nog andere vragen? Kunnen jullie ook helpen bij het implementeren? Sorry? Kunnen jullie helpen bij het implementeren van dit concept in dit framework in je ontwikkelstaat? Ja, dat doen we dus regelmatig. Dus dan gaan we eerst langs om echt het Security Knowledge Framework uit te leggen. Misschien helpen om het te installeren binnen de organisatie. Wat we dan eerst doen, meestal is er al een webapplicatie. Dus we starten soms al gelijk met de post-development phase. Waar we eerst inzichtelijk krijgen, samen zitten met de developers. En van, wat is er, wat heb je wel en wat niet. Dat is het expert system wat Ricardo heeft laten zien. Vervolgens hebben we dat op vizier. Dan gaan de developers meestal 4-5 weken echt programmeren. Want over het algemeen zien we van die 170 items dat er toch wel plus minus 100 security controls niet in zitten. En waarom? Het is gewoon best efforts. Ja, het is gewoon heel moeilijk om security en overal al die dingen gewoon te weten. Vandaar dat we het ook gebundeld hebben in een centrale plek. Vervolgens gaan ze dus met die kennis van al die missende security controls gaan ze dus hun applicatie verder ontwikkelen en verbeteren. Dan komen we, wanneer ze klaar zijn, komen we terug. Pakken we weer die post-development phase erbij. En het liefste level 3, afhankelijk dus van hoe kritisch het is. En dan wat ik dus altijd doe, developers in een hok. Code op de beamer. Ik achter mijn SKF tool met die checklist erbij. En gewoon weer vragen door de hele lijst heen. Heb je dit geïmplementeerd? Ja, laat zien op de beamer, op de code. En dan gaan we op implementatielevel, gaan we er doorheen stappen. En ga ik bedenken, wat zou hier nog meer een attack factor kunnen zijn? Hoe hebben ze het geïmplementeerd? Is dat wel voldoende genoeg? En zo kan ik toch nog bijsturen op implementatieniveau. En dat werkt heel erg goed. Dat werkt echt het beste. Maar ze zijn nog een stapje verder dan een white box audit. Ja, want je gebruikt, het is een soort extreme programming. Iedereen die context heeft, die het product heeft gebouwd, die zit in die kamer. Kijk, ik weet heel veel van hacken en hoe je dingen kan omzeilen. Maar de developer, die heeft deze functionaliteit gebouwd. Hij weet geen ander wat hij met die specifieke code bedoelde. En omdat je die mensen allemaal in een kamer hebt, heb je zoveel context. En kun je gewoon zeggen, dit is goed of dit is niet goed. En dat maakt echt het verschil. Het creëert ook synergie, want ik leer weer van de developers, omdat ik gewoon hele mooie, coole codevoorbeelden zie of op een andere manier iets hetzelfde einddoel heeft gemaakt. En hun leren weer van, ik wist dat deze attack mogelijk was, maar wat je me nu probeert te challengen, daar had ik nog helemaal niet aan gedacht. Misschien wel, misschien niet, maar er is echt een enorme kennisuitwisseling, zeg maar. Hebben jullie ook ervaring dat je applicaties die al heel lang in het veld draaien, die op dag 1 een score 10 halen en op dag 10 een score 7? Omdat er van die 170 argumenten er straks 190 zijn. Dat is wel een goede vraag. Ik heb om de eerste iemand die gelijk een score 10 haalt, nooit gezien. De tweede, security is niet een ding die je één keer kan doen bij het start van het project en dan, we hebben het gedaan. Dat zien we heel veel, maar dat moet echt een continuous proces zijn. Bij iedere keer als iemand een code commit, moet er dus ook four-eye principle plaatsvinden. Een andere developer die de code kwaliteit, security, al dat soort zaken beoordeelt. En zegt van deze commit ziet er goed uit, ik approve. Ja, maar ook een applicatie die überhaupt niet een nieuwe versie krijgt, dat je zegt na een jaar zou je die echt weer door een check heen moet halen om te kijken van jongens, wat secure was, is misschien nu niet meer secure. Ja, dat is zeker waar. De wereld daarin verandert heel snel. Ja. Ik moet zeggen, over het algemeen wat ik gezien heb op basis van webapplicatie vulnerabilities,
Ik heb een sticker van OWASP Fighting Cross-Site Scripting sinds 2001. Het is geen rocket science om om een oplossing daarvoor te verzinnen, om het tegen te houden, maar toch gebeurt het nog steeds. Dus wat ik daarmee wil zeggen is, het zijn eigenlijk altijd weer dezelfde kwetsbaarheden, dezelfde soort type aanvallen. Basically komt het gewoon op neer, je hebt user input en dat wordt gewoon niet correct afgehandeld in je webapplicatie. Eigenlijk, ja. En soms is het ook wel voorgekomen dat een applicatie, vooral legacy systemen, gewoon zo lek waren. Dat we dan gewoon de call maken en zeggen van ja, dit gaat gewoon de stekker eruit trekken. We gaan het gewoon herschrijven met security requirements, met van tevoren al nagedacht over security. En soms moet je gewoon zo brave zijn om die call te maken. De Morrison log grafiek, zeg maar, die eerst langzaam en dan gelijk gaat hellen. Diezelfde grafiek gebruik ik voor meerdere dingen. Eentje is van, als je de vulnerabilities in het begin oplost, dan kosten ze geloof ik $3, hebben ze een keer statistisch uitgerekend, om zo'n vulnerability op te lossen. Doe je er niks aan en komt bovenin, dan zou het misschien wel, noem bedragen, of zelfs end of business zijn, omdat het gewoon zo'n cruciale vulnerability is dat gelijk over is. Helemaal nu we natuurlijk in 1 januari die data breach law meldplicht hebben. Diezelfde grafiek gebruik ik ook voor de technology debt. Dus op het moment dat je telkens maar niks doet aan security, wordt die gap groter. Die wordt zo groot tot op het moment dat het gewoon niet meer te fixen is. En dan is het gewoon stekker eruit, opnieuw beginnen en het gewoon van de basis goed opbouwen. Soms moet je gewoon zo'n keuze maken, zeg maar, om dat te doen. Omdat er zoveel risico is en zulke gevoelige informatie of kritische applicatie is. Ik heb een vraag. Kun jij voorbeelden geven van bedrijven die de Security Knowledge Framework gebruiken voor hun ontwikkelproces? Ja. Mag je een voorbeeld geven? Niet echt namen, helaas. Maar denk aan banken en tradingbedrijven en overheden, dat soort bedrijven, zeg maar, ja. Oké, andere vragen? Is er nog gelegenheid om wat te drinken? Maar dan ga ik in ieder geval deze heren alvast bedanken voor het verhaal. Ja. Dankjewel, het is een hele grote kans. Thank you.